Ja, dat is pijnlijk. Ja, ons aller Engels is niet zo dat je zegt van, daar kun je op bouwen, zou ik zeggen. Maar dit kwam uit de koker van Hans van der Tocht, die ooit het Rad van Fortuin presenteerde. En daar, ik heb het zelf niet gezien, maar een vriendje van mij toen, die zei dat van Hans van der Tocht, die zei in plaats van dat hij de South, en ik ga hem niet uitlachen, want ik kan het zelf ook, maar dat dus zei hij dus, welkom in de saus. En hij dacht even dat hij naar een kookrubriek zat te kijken, in plaats van het Rad van Fortuin. Dus daar komt het vandaan. Ja. En toen wij saus bedachten, dus gewoon de lekkere, goed gevulde saus. Ja. Als zijnde de saus over de theatervoorstelling, saus. Toen kwam dit verhaal weer terug. Of hier nog wat sparen, honger bewaren. Hier is maar wat water, de rest dat kun later vandaan. Omdat er met 6 gastmuzikanten werkten. Ja, hoe ver kun je daarin gaan met mensen die je niet kent? Of ja. Je kende ze wel, maar niet echt persoonlijk. Dus dat is pas de eerste tijdje een beetje aftasten. De eerste repetities en daarna gaandeweg, dan merk je, oh, daar kan ik naartoe gaan. En ja. Daar kun je dan in verder. Die staan goed in. Oh, je speelt ook nog mondharmonica. Ja. Oh, ja, dat kun je dan daarin gebruiken. En overigens kan ook heel mooi tweede stem. Oh ja, weet je wel. Dus, ja. En dan valt het plaatje zo langzaam in elkaar. Je kunt, vind ik, nu sommige liedjes versterken. Bijvoorbeeld een Mexicaans liedje, Que Paso of De Mon, kun je versterken door middel van dat we Linda kunnen vragen, zing Spaans. Ja. Dat Pieter met de Bajo Sexto komt en allemaal die rare, en ja. Huub Boester met zijn rare trompet, rare dingetjes. Als je naar het Ierse gaat, bijvoorbeeld, het is een Iers nummer, de Shannon Song, dan kun je door middel van de viool, die bijna gaat fiddelen, kun je dat gaan doen. Je kunt de liedjes iets meer versterken hoe je het wilt hebben. Qué tristeza me acompaña. Hace falta corazón, la ternura de tu amor, que tu vida me dio. Dat kan een ding zijn dat je steeds meer gaat verzamelen en steeds meer gaat archiveren. Want who knows, het verhaal is zomaar een keer voorbij, weet je wel. Ja. Dat we het net over hadden, maar nee, dus voor mij is het meer een nieuwe start als een archivering, zeg maar. Ja, het is omdat als we volgend jaar een poptour doen, waar gewoon hele leuke ideeën in voortkomen, en wat gewoon een leuk idee is, dan zou je dat ook op kunnen nemen. Ja. Maar wat we nu hadden, dat vonden we echt gewoon te goed om zeg maar zomaar... Ja, dat wil je delen, hè, met iedereen. Er stier een taas op te gaan, en die taas die laag naar mee. Ze waard al zo lang, en soms zit ze heen.